Zoe, Sam, weet je zeker dat het een goed idee is om s'avonds naar de speeltuin te gaan? Als mijn moeder hierachter komt, heb ik echt mega veel problemen. Ja, het komt wel goed hoor. Zoe, het is echt mega laat. Ik ben zomaar naar buiten gegaan zonder toestemming van mijn ouders. Ook. Die lagen al leuk, te slapen. Toch? Wat gaan we doen bij de speeltuin? Wat zo leuk was, wat jullie wouden doen. Ja, Sam, wat gaan we doen? De vloer is lava. Oh, dat is echt heel leuk. Weet je wat, ik kan wel snel een paar potjes spelen, maar daarna denk ik echt dat ik weer naar huis ga. Ik wil echt geen problemen met mijn ouders. Want dan heb ik minimaal voor een week huisarrest. Laten we gaan spelen dan maar. We hebben een aantal secondes om natuurlijk ergens op te klimmen. En dan verandert de vloer in lava. Hoeveel seconden doen we? Weet je wat, we maken het spannend. 5 seconden. Oké, 5. Oké, 4. Oké, maar kijk op, ik ga je op. Oh, 2. Wow. Oké, we hebben het allemaal gered zoals je kon zien. Laten we het spannender maken, want met vloerslava wil je natuurlijk ook wel een keer dat iemand opgaat. De vloerslava in 3. Oh. Wow. Oh, je bent super slim, Sam, dat je daarop ging staan. Dat had ik eigenlijk ook moeten doen en Zoe is helemaal daarboven. Zullen we nog 1 ronde doen en daarna denk ik echt dat ik naar huis moet gaan? Want nogmaals, ik wil geen probleem hebben met mijn ouders. De laatste ronde ga ik tellen. Oké. De vloerslava in 3. 2, 1. Wow, Sam, dat scheelde echt niks. Je viel bijna in de lava. Zoe, ik denk dat het tijd is dat we naar huis gaan. Zoals je kon zien, het is al mega laat. Ik denk echt dat het tijd is dat ik snel naar huis ga. Alleen ik moet nog stiekem binnenkomen zonder dat mijn ouders het doorhebben. Want als ze erachter komen dat ik tot zo laat nog buiten ben, heb ik een groot probleem. Sam, ik weet niet of je me kan horen, maar fijne dag. Jij ook, Zoe. Oké, laten we naar huis gaan. Ik ben namelijk eindelijk thuis. Hoorde ik nou Zoe om hulp roepen? Ik wou net naar binnen gaan. Oh, nee. Ik moet zo snel mogelijk gaan kijken. Oh, nee, kom op. We moeten naar Zoe. Sam, hoorde jij ook Zoe gillen? Ja, ik hoorde Zoe ook gillen. We moeten kijken of alles goed met haar gaat. Het was echt een schreeuw om hulp gewoon. En haar deur staat ook nog open. Zoe, hallo? Zoe? Even. Sam, zie je wat ik zie? Is ik dat zie nou bloed? En een mes? Zoe, hallo? Zal je denken dat Zoe is vermoord? Ik mag hopen van niet. Er ligt hier wel allemaal bloed, lijkt het wel. Er ligt hier zelfs een mes. Oeh. Hoor jij dat ook, Sam? Ja. Wat is dat voor geluid? Wat is dat? Is dat een geest? Geest? Ik ben Zoe. Wat bedoel je? Zoe, ben jij dat? Zoe? Kan ik je aanraken? Kom erheen lopen. Waarom wat ben jij veranderd in een geest? Ik weet het niet. Hoorde je om hulp roepen en volgens kwam weer en nu ben je een geest geworden. Zoe, wat is er met je gebeurd? Ben je vermoord dat hier mes op de grond ligt en allemaal bloed? Ik weet het niet meer. Als ik het zo zie, zou je denken van wel, toch? Oh nee, Sam, we moeten de politie inschakelen. Ja, dat denk ik ook. Wat hoor ik nou weer buiten? Is dat de politie en een detective? Oké, ik ga tegen de muur, Sam, tegen de muur. Wij hoorden dat er een rapport is hier. Een rapport is hier? Ja, dus we komen even onderzoek doen hier, hoor. Wat ben je nou aan het ruiken? Wacht even! Smaakt mij zuurbloed. Heren, kan ik jullie even wat vragen? Vertel. Wie bent u nou weer? Kunt u dat niet zien? Ik ben de detective. De detective? En wie is dit? Ik ben Bob, de politieagent. Wij zijn collega's. Oh ja, en ik ben Henk trouwens. Henk en Bob. En u bent een politieagent? Waarom heeft u een blauw blok in uw hand? Dat was de sirene, meneer. De sirene? Oké. Weten jullie zeker dat jullie goede politieagenten zijn? Ja, wij zijn heel erg ervaren. Heel goed. Er is namelijk, denk ik, iets ergs gebeurd. Een moordzaak. Dat kan ik zien, inderdaad. Ja, we zijn niet dom. We zien toch hier allemaal bloed liggen? Natuurlijk is er een moord. Ja. Sorry, meneer. Hé, wacht even. Ho. Handen tegen de muren. We moeten even jullie fouilleren, hoor. Jij ook. Meewerken. Ik heb niks bij me. Het ruikt wel een beetje raar hier, hoor. Maar waarom ruiken jullie aan ons? Dat is heel erg raar. Meekomen naar het bureau. Meekomen naar het bureau? Ja, nu. Ja, jullie moeten nog ondervraagd worden. Kom. Kom op, buiten. We moeten de deur barricaderen. Ik kom eraan. Ja, opschieten. Opschieten. Sorry, ik word meegenomen door de politie. Ze verdenken ons van de moord, denk ik, op jou. We moeten wel even opschieten. Ik weet het niet zo. Ik denk niet dat ze je kunnen zien. Hé, collega. Politie. Ik praat tegen degene die is vermoord. Tegen wie praat jij nou weer? Tegen degene die is vermoord. Die zit hier binnen. Ik zie helemaal niemand. Ik zie helemaal niemand, hoor. En ik ben detective. Ik ga al. Ja, deze wordt gesloten. Oh, nee. En nu? Ik ga ze het hele huis onderzoeken. Mij wel. Laten we naar binnen kijken. Bloed smaakt een beetje naar tomaat. Zou je denken dat we moeten wegrennen? Ja, we kunnen wegrennen, maar ik weet niet wat er daarna gebeurt. Ik denk dat we moeten wegrennen. De politie...
Stop, blijf staan! Kom, in deze, schoon eraan! Wij zijn sneller dan jullie! Was je nou pootje aan het haken? Ja, natuurlijk! Je hebt me helemaal gevloerd, ik viel op de grond! Nou, daar zijn we dan, bij het politiebureau. Kom maar! Ja. Kom maar mee! Kom maar, kom maar! Wat is dit hier nou weer? Ik kom eraan, ik kom eraan! Eerst even koffietje zetten. Ja, oh, ja, dat is wel belangrijk, hè? Heerlijk, oké, ja. Oh, lekker hoor! Oh, wat heerlijk dit! Geniet ervan! Zijn jullie nou koffiepauze aan het houden? En een donut. Ik wil ook wat eten. Meneer de detective en de politie, wanneer worden wij geholpen? Ja, dat duurt nog wel even. Eerst even koffiepauze, hè? Koffiepauze. Ja, dat is wel het belangrijkste, hoor. Ga je gewoon even slapen? Een espresso, hè, Henk? Ja, opstaan. Dat was wel lang genoeg, hè? Opstaan. Was het alweer de volgende dag? Ja, we hebben een lekker pauze genomen, maar kom maar mee naar de ondervraagkamer. Koffiepauze, het duurt echt 10 uur gewoon. Hier naar beneden. Ben je ook hartstikke bang? Ja, heel erg bang. Wat gaat er met ons gebeuren? Ik wil niet aan de gevangenis, oké? Nee, ik ook niet. Zo, kom maar binnen. Kom maar binnen, kom maar binnen. Neem meer plaats. Ja, zitten. Wat doet u met dat koekje in je hand? Ja. Maakt dat nou weer uit? Waarom heeft hij een donut in zijn hand, meneer de detective? Dat is nog van onze pauze. Oh. Dat ging per ongeluk. Recht dat wapen is niet zo mij, joh. Jij, meneer. Jij ziet er heel geel uit. Waarom lag er allemaal bloed in het huis? Ja, weet u dat hij nog kan? Ik kwam daar ook en ik zag allemaal bloed liggen en een mes. Ik weet ook niet wat er gebeurd is met een vriend van ons. Nou, vrienden doen elkaar toch niet vermoorden? Wat is dit nou weer? Nee, we hebben haar ook niet vermoord. Toch, Sam? Dat hebben we niet gedaan. Precies wanneer zijn jullie hier überhaupt? Ik heb jullie nog nooit gezien. Al 100 jaar. Dat is al een tijdje, hè, Henk? Oh, vandaar die snor. Dat verklaart waarom die er zo oud uitziet, toch, Sam? Ja, hij is heel erg oud. Dus jullie hoorden gegil. Dus jullie waren in de buurt. Ja, ik ging naar mijn huisje en Sam ging ook naar zijn huisje. We hebben niks gedaan. Maar het is wel verdacht dat jullie dichtbij waren. We wonen naast elkaar, meneer de politieagent. Het is niet pluis allemaal hier zo. Nee. Ik denk dat het beste is als we gewoon gaan, toch, Sam? Laten we gaan. Wil iemand deze deur openen? Ja, ik weet nog wel een nieuwe kamer waar je naartoe kan gaan. Hier, volg mij maar. Een nieuwe kamer? Waar gaan we dan weer heen? Recht hoor, hier zo. Nee, detective! Henk, mag ik even naar binnen? Ja, dankjewel, Henk. Collega, wil jij nog even lekkere donuts? Collega? Hoezo collega? Ja, blauw bakje. Nou, dezelfde kleur als wij. Je collega ook moet geven de sleutels van de deur. Dat lijkt me heel erg handig, toch, collega? Van collega's ja, hier zo. Ja, die ben ik kwijtgeraakt. Oh ja, hier, natuurlijk. Redden wij ons wel hier. Ja, Bob. Ja, blijf dan maar lekker. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb geen idee, maar ik heb wel de sleutels. Heb ze je nou gewoon de sleutels gegeven van de gevangenis? Ja. Dit zijn echt zulke domme politieagenten. Maar ze verdenken wel ons dat wij Zoe hebben vermoord. En dat hebben we niet gedaan. Wat is dit voor kist trouwens? Wat zit hier nou in? Oh nee. Is dit het pakje wat we aan moeten doen? Kijk dan hoe ik eruit zie. Dit is een gevangenispak. Alleen, Sam, jij hebt dus de sleutel. Omdat ze denken dat jij een collega bent, doe jij snel het pakje uit. Want als ze denken dat alles wat blauw is hun collega is, dan komen we hier makkelijk uit. Oké, laten we via de deur gewoon gaan. En wat is dit ook? Meekomen, meekomen. Sam, niet ontsnappen, niet ontsnappen. En jij gaat ook hierin. Hup, snel. Oh, nee! Is jullie nieuwe celgenoot? Een nieuwe celgenoot? Wie is dit nou weer? Ja, veel plezier. Te maken, denk ik. Sam, dat is een hele rare meneer, vind je niet? Ja, heel erg raar. Meneer, waarom heeft u alleen een onderbroek of een zwembroek aan? De wc, dat is hier, meneer, dit is de wc. Meneer, dat is de wasbak, dat is de wasbak. Oh, nee. Hij heeft zojuist in een wasbak gepoept. Meneer de politie! Meneer de politie! Hallo? Oké, nou niet ontsnappen, hè? Deze opa, waarom heeft hij geen shirt aan? En sinds wanneer mag je zomaar spullen meenemen naar de gevangenis? Ja, heb ik hem gepoept? Ja, daarom gesproken. Hij heeft net gepoept in de wasbak hier, zoals u kan zien. Neem maar een kijkje. Kunt u hem niet naar een andere cel brengen of vrij laten? Ik denk dat hij onschuldig is. Laat ons maar hier gewoon met z'n tweeën. Nou, ik ga hem wel even ondervragen, inderdaad. Oké, meneer, kom maar. Kom maar naar beneden, jij. Hoor ik nou weer? Jullie hebben een nieuw celgenootje aangenaam. Waar is jongeman? Waarom stinkt het hier naar enge nakko, man? Wat is dat nou weer? Dan komt het hier vandaan. Oh, maar enge nakko inderdaad. Enge nakko? Wat is dat nou weer wat jij
zegt. Goed, nu jullie bij elkaar zijn. Veel succes met jullie nieuws. Genoot, die gaan er vandoor. Joejoe. Gaat hij weer koffiepauze houden, zeker? Wat heb jij gedaan dat je hier komt? Ja, man, bankje overvallen. Ik was een beetje doekeloos. Je hebt een bank overval gedaan? Ja, man. Normaalste zaak van mijn leven. Bank maar dan ben je hartstikke gevaarlijk. Ja, dat ben ik ook. Ik kijk uit, anders schenk ik jou, hè? Rustig, meneer. We willen geen ruzie, toch? Sam, we willen geen ruzie met hem. Hoe kom je aan mes in een gevangenis? Ben je niet gefouilleerd? Nee, man. Fouilleren, wat is dat? Wat is fouilleren, man? Hey, ik kan je wel iets anders laten showen als je wil. Wat is dat nou weer voor ding? Dit is funny, man. Dit is echt funny. Wacht, let is op, dat op, een let granaat? Op. Ja, man. Ja, man. Let op. Een granaat? Oh, let op, man. Oh, nee. Dat is enge explosie, man. Enge boom. Je hebt me bijna opgeblazen hier. Ik kan nog mijn handen op hartje. Hoezo kom je aan granaat? Ja, dat was toch funny, man. Grappig, hey, ik heb nog meer als je wilt. Grappig, dat was hartstikke gevaarlijk. Wacht, je hebt nog meer? Ik heb nog meer, man. Ik heb nog meer. Let op. Nee. Weg tot wapen. Maar nu wil even oppassen. Nu wil even oppassen, man. Niet op mij. We kunnen over praten. Ik geef je mijn kleding. Hier, alsjeblieft. Oké. Ja, goede deal. Doe ons niks, oké? Je bent een rapper of zo? Ja, man. Rapper. Ook elke dag. Kan je niet iets laten horen anders om ons toch, Sam? Vinden we pas wel leuk, een liedje of zo. Ja, superleuk. Laat maar horen. Hey, neef, ik ben op mijn money. Mij stoppen, dat kon niet. Hey, bro, ik ga hard, ik ga lekker. Zonder cheese baal ik als een stekker. Maar een bakje is wel lauw, grappie, man. Damn, bro, mijn bank, daar kan er wat van. Wow. Let's go. Ja, dat was heel erg vet. Toch, Sam? Heel cool. Ik heb geen idee wat hij allemaal zei voor rap. Ik ken dat allemaal niet. Hoe ga jij hier uitkomen als je een bank hebt overvallen? Ik bedoel, wij zijn onschuldig, toch, Sam? Hey. Dit moet je tegen niemand vertellen. Je hebt een pickaxe meegenomen. Jij bent echt niet gefouilleerd door de politie hier. Nee, man. Wat wil je met die pickaxe überhaupt gaan doen? Alsof je hieruit kan breken. Dat kan helemaal niet. Het is een gevangenis. Ja, let op. Ik ga het showen. Wat let ga op. Je doen, meneer de rapper? Tegen niemand vertellen. Let op. Je gaat toch niet de muur breken? Nu kunnen we ontsnappen, man. Ik heb het sleutel. Je weet toch. Hier, probeer jij eens. Hey, ik ben Loesu. Je had gewoon de sleutel, toch? Ja. Okay, we hadden al die tijd al kunnen ontsnappen, maar hij is gewoon uitgebroken met een pickaxe, Sam. Ja, wow. Dat is heel raar. Oké, Bob, kom maar mee. Laten we ook gaan. Jee, kom even mee, hoor. Hoor ik nou de politie? Laten we gaan, Sam. Hey, wat is dit? Hier, de pickaxe. Zijn jullie nou ontsnappen met de pickaxe? Nee, wij waren niet. Die andere celgenoot was het. De rapper. Ja. Ja, dat zeggen ze allemaal. Nee, wij hebben hier niks mee te maken. We willen gewoon naar huis, oké? We hebben niks gedaan. Nou, weet je, Bob. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb geen zin in. Een beetje stom werk, de politie. Kom, we gaan weer even wat donutjes eten hier zo. Ja. Oh, lekker. Betekent dat wij gewoon mogen gaan? Ja, weet je, deze zaak is gesloten. Ja. Jullie zijn vrij. Ja, deze zaak is gesloten. Jullie zijn vrij. Meneer politieagent, mag ik boven nog wat vragen stellen aan u? Vooruit dan. Als het maar snel is. Ja, ik zal hier vragen stellen. Okay. Weet u wel wie Zoe heeft vermoord? Zoe? Dat meisje bij het huis waar jullie waren? Dat roze huis? Ja, dat was trouwens het verkeerde huis. Want jullie waren al die tijd bij het verkeerde huis. Ja. Alleen door wie hebben jullie dan een tip doorgekregen dat wij het waren dat we Zoe hebben vermoord? Want dat zouden we nooit doen. Door een of ander gek vrouwtje genaamd Anna. Anna? Anna, een groot jasje aan? Oké. Ja, toch? Mogen wij gaan? Jullie zijn op vrije voeten. Oké, Sam, laten we gaan. Rennen, Sam, moet iets te bedenken. Hoorde ik dat nou goed? Anna heeft ons erbij geluisterd dat wij het hebben gedaan. Ja, waarom heeft Anna dat gedaan dan? Ik heb geen idee, maar we zouden Zoe nooit vermoorden. Laten we naar haar huisje gaan, oké? Naar het huisje van Zoe. Wacht eens even, stond haar deur eerst niet open voordat we naar het politiebureau moesten? Ja. Misschien is de moordenaar wel binnen. Laten we kijken. Hallo, klap, klap! Oh, de deur is open. Zoe? Ja? Sam, zie je dit? Ja, ik zie het. Waarom ben je weer normaal? Je was toch een geest? Ja, maar nu niet meer, zoals je kan zien. Dus je bent helemaal niet vermoord. Zoe, je moet het uitleggen. Ik snap niet wat hier is gebeurd. En wat is dit? Er ligt allemaal bloed op de grond en mes. Ja, daarover gesproken. Dit is geen bloed. Dit is tomatensaus. Tomatensaus? Ja, en het mes heb ik zeg maar laten vallen. Was je eten aan het koken en je hebt een mes laten vallen en tomatensaus op de grond? Ja. Zoe, we dachten dat je was vermoord. Maar hoe ben je dan veranderd in een geest? En trouwens, dat verklaart ook waarom de politieagenten aan het tomatensaus hebben gelikt. Nou, zeg maar, ik vond dus dit. En dat was heel interessant. Ik had zoveel honger, dus ik dacht ik moest eerst even wat eten maken en zo, snap je? En toen gleed ik uit. Ja, toen klikte ik dit in. Wat doet dat ding dan? Wat is dat voor rare totem? Het verandert je in de geest. Wow!
Zoe, ja? Had je dat niet gewoon eerder kunnen vertellen? Ik wist het niet meer. Dus je wil zeggen dat Sam en ik naar de gevangenis zijn geweest? Allemaal omdat jij nieuw speelgoed hebt gevonden. Gevangenis? Gevangenis? Waar heb je het over? Ja, dat is een verhaal voor een andere keer. Er was een rare opa, een rapper. Er is zoveel gebeurd daar. Dat vertellen we je een andere keer wel, Zoe. Is goed. Ik denk dat ik maar naar huis ga, even wat gaan rusten. Ik zie jullie later. Zoe was dus al die tijd gewoon in leven. En ze had dus een of ander nieuw speelgoed gevonden waarmee ze in een geest kon veranderen. Dit is zo raar. En wat waren die politieagenten ook? Ik ga maar eens naar bed. Het was een lange dag. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!